Yo mensen, top kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van Vivor 1999. Met vandaag weer de nieuwe Codigos uh, Queer mode. Ik had bijna Feyenoord Queer mode gezegd. Maar dat komt dat we nu met Goet tegen Feyenoord moeten gaan spelen in de Eredivisie. Dus we gaan kijken hoe wij dat gaan. Uh, hoe dat gaan. Uh, uh, hoe dat gaat eindigen. Moet ik even de juiste zin zoeken. Uh, deze aflevering duurt ongeveer 10 minuten. Uh, waarom zo kort? Uh, het is momenteel erg druk op mijn werk. Dus ik ben later thuis. Dus ik heb ook minder tijd om een lange video op te nemen. Ik heb wel tijd om een video op te nemen. Maar ik heb niet zo lang tijd om een, uh, een aflevering van een kwartier 20 minuten te doen. Dat doe ik als ik de tijd altijd voor heb. En nu kwam het, nu, nu het ja, niet zo lekker uit. Misschien uh, morgen weer, maar in ieder geval... Wel, zoals altijd jullie van mij gewend zijn. De afleveringen. We kwamen op achterstand. Feyenoord kwam op 1-0. Dat is voor ons toch wel een uh, domper. Mario Been, oud uh, trainer van Feyenoord. Nu dus achter. En Zegelaar die wat probeert. En de redding van Jansen volgens mij nog. Jazeker. De hoekschop voor Goodios. Clement. Meulensteen. Meulensteen. Schot geblokt. Diemers. Koktu. Nu komt Feyenoord eruit, Linsen. Ja, of, ja, de video's duren af en toe wat kort. Maar ik tracteer jullie wel op andere overige video's natuurlijk hè, in de week. Dus dat moet je ook niet, uh, ik probeer altijd een beetje te compenseren. Als ik een keer een korte aflevering heb, dan iets tussendoor, iets extra's te doen voor jullie qua video. En uh, misschien dat er dit weekend ook al iets speciaals of iets, iets komt. Ik ga erover nadenken. En uh, ik, ga, ik, ik ga het voor jullie regelen, want dit weekend speelt Feyenoord ook niet. Dus daar we ook weer een. dan kunnen we wel een video gaan uploaden. Moeten we even gaan kijken. Maar het komt er goed. Hier komt het ook goed. Want we komen op 1-1. En dan is het Gustafsson. Die hier de gelijkmaker binnen schiet. En dus zo staan we dus nu ja, toch wel beter voor met gelijke stand. In deze aflevering spelen we ook de eerste Europa League wedstrijd voor de Eagles. Die eerste in de club gezien is volgens mij, tenminste. Ik heb eigenlijk nooit, ik heb eigenlijk niet eerder opgezocht. Ik laat even weten, heb Go Eagles wel eerder een keer playoff gespeeld voor Go Ahead. Ik heb uh, nou Go Ahead nee, wel eens eerder playoff gespeeld voor Europa League. Dat moet ik wel goed zeggen natuurlijk. Dus laat even weten, laat even weten de Go fans uh, hier onder deze video. Of is het, voor het echt voor het eerste keer dat Coet uh, zich geplaatst heeft voor de groepsfase? Een hele lastige groepsfase. Als jullie de vorige aflevering niet hebben gekeken. Zo hé, dit is trouwens een prachtig doelpunt. Het is de jeugdspeler Peters die hier binnen schiet. De aanvoerder met de 2-1 voorsprong. Prachtig toelpunt. zeg even tussendoor. Maar goed, als jullie de vorige video hebben gezien. Zagen jullie dat we onder andere Barcelona hebben in de Europa League groepsfase. Europa League, ja Europa League. Barcelona, schijnbaar... Uh, is persoon niet, uh, ja, niet te goed geweest om zich te kwalificeren in de Champions League. Ondertussen is de tweede helft weer begonnen en staan we nu 3-1 voor. Weer Gustafsson, die tot nu toe zich aardig uh, goed weet te vinden hier bij Goed. We zijn natuurlijk heel erg blij mee dat de spits zich uh, goed weet te vinden. Ja, laten we ook hopen dat het voor de doelman geldt. Een nieuwe doelman natuurlijk. Uh, troost is uitgeleend. We hebben nu een nieuwe Doelman onder de lat staan. Moet ik natuurlijk altijd nog even wennen. Maar ja, je weet, uh, het gaat hopen dat het wel goed gaat verlopen. De tweede helft is alweer begonnen. En Feyenoord gaat op jacht naar een aansluitingstreffer. Want we staan, wij staan nu 3-1 voor tegen Feyenoord. Maar Goethe is sterker. Ook in de tweede helft. Xavi Simons probeert wat. Maar goed, verdedigd op het laatste moment door... Um, is dat het? Nee, het is Trauner. Die hem naar um, zijn medespeler krijgt. Alireza Jahanbaks. Pedersen. Kan Goethe te druk zetten op de Feyenoord-spelers. Jahanbaks terug. Pedersen. Minuut 54. Onderschept nu goed gedaan door Lucas. En nu misschien Goethe. Hier. Lukas van afstand. En de redding van Jansen. 65 minuten ondertussen. Lucas weer. Peters. Het kan nog een keer. Gustafsson. En deze bal gaat erin. Per de Clement. Het is 4-1. 4-1 voor Goethe. En dan, ja, dan ga ik toch het gokje wagen... Om de rest van de wedstrijd te simuleren. Maar dit is toch wel, een, uh, toch wel een hele mooie voorsprong. Waar Locadia ook nog binnen de lijnen komt bij Go Ahead Eagles. Is hier de 4-1. Dan gaan we zelf kijken hoe dit gaat aflopen. Gaat Feyenoord nog terugkomen in deze wedstrijd. De laatste 20 minuten, nu ondertussen ongeveer. Het is gewoon nog steeds de 4-1 voorsprong voor Go Ahead. Maar we weten ook als geen ander dat er natuurlijk van alles kan gaan gebeuren dat het weer helemaal de andere kant op gaat, maar goed, laten we dat even hopen dat het niet gaat gebeuren nu. Laatste tien minuten van de wedstrijd, nog steeds de viering voor Feyenoord, nee, niet voor Feyenoord, <laughs> voor Koet tegen Feyenoord dat moet ik gewoon goed zeggen natuurlijk. Vijf minuten speelt er nog te gaan, met toch wel een uh, ja een lekkere voorsprong moet ik zeggen, een hele lekkere voorsprong. Dus uh, we gaan er zeker, even, we gaan nagenieten. En van uh, deze overwinning in de competitie. En dan gaan we ons nu focussen op de eerste wedstrijd in de Europa League. Die is tegen Midtjylland. We hebben ook Celtic en Barcelona, dus. Dat, waar, waarvan ik denk dat Midtjylland een van de minst moeilijkste is. Met uh, deze groepen van Celtic en Barcelona zijn natuurlijk ook. Ja, Barcelona helemaal, maar Celtic ook wel lastig hoor. Dus ja, het wordt uh, kijken hoe, deze, hoe wij deze Europa League door gaan komen. Kijk. We hebben altijd, ook altijd onze derde eindige De Conference League nog. Waar we ons voor kunnen kwalificeren. Maar ja, we hopen natuurlijk dat we kunnen verkomen in Europa League. Maar ja, we hebben een lastige groep. Dat is, wat, dat is al wat minder natuurlijk. Dit is ook een slecht schot zeg. Van Gustafsson. Maar fijn dat het was die op Dreef. En hier schieten de bal mega ver naast. Nou ah, ja, mega ver is ook overdreven. In ieder geval is het uh, nu Goethe -Go die je moet toekijken. Hoe. Uh, Mitchelland land het balbeste heeft. Vijf wedstrijden mijlpaal voor Mario Been. Vraag af wat de wedstrijden is. Want we hebben toch ook wel eens wedstrijden verloren. Nu op een half uur op de klok gespeeld. 0-0 nog steeds. Lukas goed. Per de Clement in één keer de paas. Xavi Simons. En die open te scoren voor Go Ahead Eagles. Dat is Xavi Simons. Waar we natuurlijk een natuurlijk van hopen dat hij echt een goed seizoen gaat krijgen. Tot nu toe valt het tegen. En laten we dus nou van ganse harte hopen dat hij in de Europa League goed gaat spelen. En zich meer laat laten zien. Misschien een andere positie, dat we dat moeten gaan proberen. Maar hier krijgen we nog een schot, want dat gaat er niet in. Maar de rebound wel. En nu is het weer Peters, de jeugdspeler die weet te scoren. En ook zijn eerste nu, dus in de Europa League heeft gemaakt. De aanvoerder. Ja, scoort nog niet zoveel als op zijn oude positie die hij vorig seizoen had. ik nu in de spits, in plaats van links voor. De tweede helft ondertussen alweer. maar het nog steeds de 2-0 voorsprong is voor Goed. En hier komt de kans voor een derde. En die komt er ook. Pelle Clement. 3-0 voor Goed. En ik zei het al. Deze wedstrijd is misschien een van de makkelijkste in de groep. Want de andere twee gaan heel erg lastig worden. En Ahead is in een hele goede fase nu. Na de overwinning op Feyenoord. En nu de 3-0 voorsprong tegen Midtjylland. En zo gaan we hopen. Op een goed debuut. Als het voor het eerst is dat Goethe in de Europa League speelt, hoop op een goed debuut in de Europa League. Kom hier dan tegen te roepen. Ja, komt er. Het is de 1-3. Ze worden nog spannend gemaakt, natuurlijk. De laatste 20 minuten. Dan is Midtjadland sterker geworden. Verdedigend gaat het niet echt lekker. Dan komt hier misschien de aansluitingstreffer. En die komt er ook. 2-3. Midtjadland is terug. En dan gaat Goethe hopen dat we nog wat kunnen doen. Dat het nog niet echt spannend gemaakt gaat worden nu. Wissels ook. Maar uh, het is nog steeds de 3-2 voorsprong voor Goed Maar wel op een heel dun draadje. Kan daar weer een lange draad van gemaakt worden? Xavier Simons. Peters. Peters in de redding van de doelman. Kwartier nog te gaan. 3-2 voor Goed Xavier Simons. Nu bal voorgeven. Gaat hij zelf. Hij gaat zelf. Xavier zoekt met de voorzet. Kopbal is perfect. Ja, een soort van vierde doelman erin. Dan is het uh, Gustafsson die scoort. En dan is het de 4-2. Dan is een marge weer 2. Maar krijgt uh, Midtjylland wel nog de hoekschop hier nu. Waar wij de bal uit hebben gekregen. Gustafsson. kan nu de uitbraak komen voor een beslissende. Voor de 5-2. Dan is de wedstrijd hier wel beslist. Gustafsson. Gustafsson. Dan loopt Zegelaar. Is dat Zegelaar? Die loopt daar mee? Jazeker. En het is uh, dan ook de 5-2. Zegelaar. Ook met zijn doelpunt in de Europa League. Ook iemand die we eigenlijk niet hebben... Tot nu toe niet hebben gezien maar hier wel weten te scoren. En zo lijkt de eerste Europa League-wedstrijd voor Go Riegel goed afgelopen te zijn. Dan nog, komt er nog een doelpunt van Midtjeland? We hadden het wel even moeilijk, hè? De laatste minuten van deze wedstrijd. De laatste 20 minuten kwartier, kwam Midtjeland meer in balbezit en meer kansen. We hebben onze rug weten recht te houden. En nu gaan we nog wedstrijden krijgen. Twee Groningen en Cambuur, Die gaan we simuleren. En de volgende aflevering, morgen. Beginnen wij de aflevering met de wedstrijd tegen FC Barcelona in de Europa League. Dat gaat heel erg lastig worden. Het zal een hele mooie wedstrijd worden, een hele mooie aflevering. Maar goed, het gaat wel heel erg lastig worden en dat weten we. Wat gaan we nu doen tegen Groningen? Gaan we simuleren? FC Groningen, go ahead. Wat doen we? En deze wedstrijd spelen we gelijk. Ben ik tevreden mee? Ben ik zeker tevreden mee? Tegen Cambuur nu moeten we wel eigenlijk kunnen winnen. Dus... Ik hou het op een overwinning tegen Cambuur. Nee, Gilliam gaan we uitlenen. De jeugdspeler. Kijken of deze wel uh, wordt geaccepteerd. En we gaan kijken wat wij... tegen Cambuur kunnen gaan doen. En de volgende aflevering dus... tegen FC Barcelona. Tegen Cambuur winnen wij overtuigend... met 2-0. Peters en Gustafsson met hun doelpunten. De twee spitsen weten dus te scoren. En de volgende aflevering hebben wij dus... de wedstrijd tegen Barcelona... in de groepsfase van de Europa League... We gaan het zien. Dank voor het kijken. Doe ik heb ook meteen een mooisje gedaan. En dan zeg ik zoals tijd en zoals nu. Later.